Groep 6 van de Margrietschool uit Rotterdam is vandaag het proefkonijn. In groepjes testen ze vandaag het vernieuwde plons. Wij nemen de proef op de som met Mila, Bonnie, Levi, Hanna en Ella. Bezoekers van professor Plons stappen als het ware in een stripverhaal. Plons is net terug van een grote reis en staat op het punt weer te vertrekken. We gaan falen! In de tussentijd verblijft hij in het Maritiem Museum. En daar begint het avontuur voor de kinderen. Ze moeten hem helpen met inpakken, laden, lossen en sorteren. Het is heel anders geworden, echt heel anders. Ik vind dit vind ik wel leuker. Maar de vorige keer vond ik het meer iets voor kleinere kinderen. En nu is het ook voor grote kinderen. En je kan een soort van botsautootjes daar. Je kan brand blussen. Ja, want jij was net de brand aan het blussen. Ja. Hoe ging dat? Goed, alleen het ging niet uit. We vonden dat het wat meer geschikt moest zijn voor iets oudere kinderen. En we wilden dat het ook wat meer geschikt was voor meiden. Vandaar dat we bij Plons een hele familie van figuren hebben bedacht. Waardoor elk kind wel een figuur vindt waar hij zich mee kan identificeren. En we wilden ook veel meer aansluiten op wat scholen graag willen en wat kinderen willen weten. Bonnie, hoe vind je het tot nu toe? Heel erg leuk, het is echt een verandering. Ja, want je bent ook bij de oude Plons geweest. Ja, heel vaak met schoolreisjes. En wat is er nu zo anders dan? Ja, dat de buitenspeelplaats en ja, dit schip ook. Ja, het is gewoon helemaal anders geworden. En wat vonden jullie ervan? Leuk!